In de KaiWee-gebieden worden hybride NT's geplaatst. In deze video de uitleg hoe deze geplaatst dienen te worden. Achter de frontplaat van de NT vind je een schroefje. Verwijder dit schroefje met een kleine kruiskopschroevendraaier. Door aan de bovenzijde van de NT het lipje naar achteren te duwen, kan je de NT naar boven toe van de achterplaat losschuiven. Teken de twee gaten af waarmee de achterplaat bevestigd gaat worden en monteer deze op de wand. Hou bij het kiezen van de montagepositie van de achterplaat rekening met de aan de achterplaat bevestigde rol glasvezelkabel. Deze mag niet onder te grote spanning komen te staan. Schroef de achterplaat nu met de twee schroeven vast, maar draai de schroeven niet te ver door. Hierdoor kan de achterplaat hol worden, waardoor de NT niet goed meer past. Schuif nu de NT met enige voorzichtigheid weer op de achterplaat. Knip de verzegeling los van de KaiWee-FTU, maar let op, bij de hybride NT gebruiken we aansluiting 2. Dit is dus de rechteraansluiting. Door het lipje iets naar voren te buigen, kan je de beschermhuls naar beneden trekken om deze te verwijderen. Haal nu de binders van de glasvezelkabel, zodat je wat werkruimte creëert. Verwijder nu het rode dopje van de glasvezelconnector en schuif de huls in de FTU. Druk de huls hierbij zo ver door dat de onderzijde van de huls gelijk loopt met de onderzijde van de FTU. Sluit de NT door middel van de bijgeleverde adapter aan op het stroomnetwerk. Het bovenste lampje geeft aan dat de NT op het stroomnetwerk aangesloten is. Het lampje daar direct onder is een indicator voor licht op de glasvezel. Plaats als laatste de frontplaat terug op de NT. Nu is je NT gereed om aangesloten te worden op de RG.